Kan niet. Oh, je mag. Oké, tegen je klootzak. Ik ga gewoon lullen en ik ga gewoon niet meer stoppen. Zit mijn haar goed? Ja. Kan ik? Half jaar stage, dichtbij. Het zit er alweer al op, helaas. We hebben toch wel best wel veel hoogtepunten bereikt, zoals natuurlijk carnaval. Ik denk dat ik niet de eerste ben die het zegt. Carnaval. Ik wil even beginnen met terugblikken op carnaval. Ik ga het niet hebben over carnaval, in tegenstelling tot de jongens, want daar ben ik namelijk niet bij geweest. Het wordt me, elke week wordt het me nog even erin gevreven hoe leuk het wel niet was. Sorry Demi dat jij dat niet hebt mee mogen maken, want dat was wel echt heel erg leuk. Sorry, ik heb nog steeds spijt dat ik niet de tweede dag ben meegegaan. Ja, jammer Bo dat je afhaakte, want de tweede avond was echt top. Ja, met Bo op pad, avondje Eindhoven. Zomaar dan die volgende week sta je dan op tv met je apenpakkie en je microfoontje. Geniaal moment natuurlijk met Jesper Baalt in De Wereld Draait Door. Eindhoven liep een jongen rond die dacht dat als ik me verkleed als de Joker, dan kan ik echt alles maken. Alle velen alleen, sta op, kinderen wijs, het rode truitjes aan. Maak je deze uit, ik ring niet met je dansen, mag. Wat moet jij dansen? Ja, tuurlijk. La 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 la. Hoe dichtbij ben jij? Dat was natuurlijk supergoed. Wat ik heel erg leuk vond wat ik hier heb gedaan is dat ik Ilse de Lange, Dennis van der Geest en Judith Osborne heb mogen interviewen. Ilse de Lange mag zich de allereerste DJ van Sky Radio noemen. Op dinsdag 29 mei draaide de toekomstige Gooise vrouw een uur lang haar favoriete liedjes. Ik vond het heel spannend om de eerste DJ te zijn bij Sky. Ik vind wel dat ze in beeld moet, ja. Ik ga even zo staan hoor, want anders kan je Ja, maar dan als je nou in beeld bent, dan snapt iedereen dat. Ja. Dan gaan we gewoon even zo, hup. En dan heeft hij zijn two-shotje te pakken. Ja, ik heb het niet verzonnen. En dan wordt het wat spannender voor hem ook. Hier, kijk, zie je wel. Als er banden verwisseld moeten worden of wat dan ook, ik bel. En wat was je tijd? Nou, ik was snel. Ik had 4 minuten 17 totaal. De eerste week mocht ik gelijk met Jesper de bekende Nederlanders gaan interviewen. Dat is natuurlijk totaal nieuw voor ons. Verschillende BN'ers ontmoet met Martijn, de Nachtwacht, met Irene Moors, Michael Bogert, nog wel een aantal. Ik ben ambassadeur voor het Rode Kruis en alle ambassadeurs van Goede Doelen of vele ambassadeurs die staan hier de Nachtwacht uit te beelden. Welk personage was je uit de Nachtwacht? Wat, zijn naam? Ja, bijvoorbeeld? Weet ik niet, Kees of zo, ik weet het niet. Nee, ik was die knakker die je daar ziet staan met zijn hand zo, die zo wijst, zeg maar. Ik denk dat we daar gewoon heel veel van hebben geleerd. Gewoon gelijk het diepe in en maar kijken waar je mee terug kan komen. En gewoon een hele goede evaluatie gehad over wat nou beter kan en wat wel goed gaat. Mijn leermomenten die ik hier heb gehad, ik heb natuurlijk de bedrijfsproducties mogen filmen. Vind ik hartstikke leuk. Allereerst met Martijn natuurlijk, de Smit-Bokkum. Nu de lente begonnen is en de temperaturen oplopen, heeft paviljoen Smit-Bokkum haar buitenterras met uitzicht op de jachthaven Marinepark weer geopend. De Chinese productie Victoria Garden. Hier worden de fijnste gerechten op vernieuwde en toch traditionele wijze voor u bereid. U vindt zowel vis, vlees als vegetarische gerechten op de menukaart. Het zijn hartstikke leuke leermomenten geweest. Goeie ook, denk ik. Ik heb samen met Jesper een item mogen draaien over een meisje uit Alkmaar die uitgezet ging worden. Wat vind je ervan dat er actie voor je wordt gehouden? Ik vind het allemaal heel aardig van mijn vrienden en mijn familie. Ja, best een moeilijk item van hoe ga je met zoiets om. En toch heel leuk om te zien dat daarna door de media-aandacht dat meisje uitstel heeft gekregen en dus in Nederland mocht blijven. Wat ik nog meer een leuk item vond was Sky Radio, dat open lucht of in de lucht, dat concert. Vastgesnoerd in stoelen mocht een select groepje Sky Radio luisteraars hoog boven in de lucht in Almere een intiem concert van Raccoon bijwonen. Dan nog even terugblikken op de opa in de bejaardenflat. Vond ik echt een heel mooi moment.
Probeer niet met die handen aan onze spullen te komen. Ja, ik ben misschien een beetje te fel geweest, maar dat kan me niet schelen. Want... Sorry hoor, ik heb het erg vermoeilijk, maar... Dat opa ging huilen voor de camera omdat de schilderijen niet in de hal mochten hangen. Nou, primeurtje denk ik. Dat was onze eerste keer dat we iemand hebben laten huilen voor de camera. Geweldig. Ik heb in radiostudio's gezeten. Allerlei manieren werden er bedacht om geld in te zamelen voor dit goede doel. Ja, we proberen overal zoveel mogelijk geld in te zamelen. Hetzij via lokale initiatieven. En anderzijds natuurlijk gewoon via de radio kunnen mensen landelijk hun bijdrage doen. Ik heb dat nummer met Rick van Veldhuizen en Harry Vermegen. Ja, hartstikke leuk dat ik een telefonisch interview mocht doen met Harry Vermegen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat, vooral dat la 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 la, dat komt echt niet meer uit je hoofd. La 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 kampioen. La 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 kampioen. Natuurlijk ga ik ook heel erg de kantine missen. Lekkere broodjes hier. Ik had eigenlijk verwacht dat ik wel 10 kilo zwaarder zou zijn na deze 10 weken. Maar het valt gelukkig gewoon mee. Alhoewel, Bo heeft ooit een foto van mij gemaakt. Daar valt het niet zo mee. Ja, ik vond het gewoon een hele leuke groep dat we hier hadden. En iedereen was gewoon oprecht geïnteresseerd in elkaar. We konden altijd met elkaar lachen. En ja, ik ga het best wel een beetje missen eigenlijk. Ik hoop dat jullie samenwerking met ons allemaal ook naar wens is verlopen. Wat ik nu allemaal kan, van video tot monteren, camerawerk, kaart bepalen. Ja, ik heb toch wel aan jullie te danken. Die vrijheid die jullie hebben gegeven aan mij, dat waardeer ik erg. Dat terzijde heb ik wel echt heel veel geleerd op het gebied van video. En zeker omdat jullie, Sarah, Bas en Boudewijn gewoon echt top zijn geweest in de begeleiding van ons. En gewoon eerlijk durf zeggen van wat gaat er fout. Dus niet om de dingen heen draaien. Boudewijn, hartstikke bedankt voor je Adobe CSS. Echt geweldig. Ja, en ik wil Sarah, Bas, Boudewijn onwijs bedanken voor het leuke half jaar en de kans die jullie mij hebben gegeven. Ik wens jullie heel veel succes met de toekomst van Dichtbij en ik hoop dat dat nog heel groot mag gaan worden. Maar goed, ja, bedankt in ieder geval. Ik ga jullie wel heel erg missen. Zo, dan ben ik uitgeluld. Goed, kan niet volgen. Zo, dan ben ik uitgeluld.